Dag Lana, goedenavond. We staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor, alstublieft. Ja, hallo, ik ben dus Lana Draven. Ik ben 21 jaar en ik woon in Mol. Ik werk voltijds op Nike in Laakdal. Ja, dat is eigenlijk een magazijn voor schoenen en kleding, met alles wat Nike met Nike te maken heeft. Ja, wat doen ze daar eigenlijk juist? Want dat zijn die grote magazijnen die naast op de snelweg staan in Laakdal. Ja, dat klopt. Dus er komen vrachtwagens, boten aan met allemaal spullen van Nike die gemaakt zijn in het buitenland. En dan komen die eigenlijk bij ons in het magazijn. Wij gaan kijken van, hebben een klant die eigenlijk direct nodig of niet? Als dat wel zo is, sturen wij die direct door. Is dat niet, ja, dan komen die op stok bij ons te staan. En dan kun je altijd online of in de winkels kleding bestellen. En dan moeten wij dat opsturen. Zo. Dat is gigantisch. Hè? Hoeveel spullen, zal ik maar zeggen, staan daar zo bijeen? Goh, dat kan rond de 50.000 nog meer zijn. Dus, nu doe je mee aan de misverkiezing. Hoe komt het dat je meedoet aan Mrs. Universe? Ik wil vooral mijn zelfvertrouwen een boost geven, want mijn verleden is niet altijd maanden. Dus ja, dat is het eerste en vooral wel. Maar ook dat je, als je iets wilt bereiken in je leven en je gaat ervoor en je vecht ervoor, dat je dat ook wel effectief kunt. Dus daarom doe ik vooral mee. En heb je jezelf ingeschreven of hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Een vriendin van mij, Naomi, die heeft meegedaan met Miss Glamour van 2018. En een beetje aan de praat geraakt van ja, ik wil wel terug meedoen, maar ik weet nog niet. Want ik had gezegd dat ik eigenlijk niet zou meedoen, maar uiteindelijk toch maar gedaan. En nu sta ik hier. Ja, dat is een heel avontuur uiteindelijk. Wat staat er nog op het programma bij de verkiezing? Wel, 11 november hebben wij, dat is op de maandag, doen wij mee met de modeshow van het Regenbooghuis. Hoe sta je daar tegenover? Want dat is eigenlijk een beetje voor hollybees en dergelijke. Hoe sta je tegenover dat onderwerp? Ik vind het eigenlijk juist heel goed dat mensen daarvoor openstaan om zoiets te organiseren. Want ik vind ook die mensen, dat zijn ook maar mensen, maar dan, ja, die vallen op een ander geslacht. Maar ik vind dat wel echt mooi dat die dat doen om dat in de wereld te krijgen. Dat dat normaal is. Wat vinden je vrienden en je familieleden daar nu van? Die vinden dat kei tof. Die zijn kei fier op mij. En die gaan mij ook heel het avontuur steunen en helpen. Waar het nodig, waar het kan. Buiten je werk, heb je nog hobby's en zo? Ja, ik speel nog een musical. Dat is elk jaar in Geel. Eén keer in het jaar. Dat is altijd tegen Kerstmis. Daarmee ook de kerstmusical. Hoe kom je daartoe om in een musical mee te spelen? Dat is eigenlijk heel grappig gekomen. Omdat ik... Ik heb vroeger in mijn verleden ook toneel gespeeld. En die zei, ja, je moet daar verder in gaan. En dan de maat van mij die zingt dan. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En dat is nu ondertussen al het derde jaar dat ik daar aan meedoe. Nu, als je zegt in een musical, kan je dan zo goed zingen? Zingen eigenlijk niet. Dat kan ik totaal niet. Maar ik krijg altijd wel rollen of gewoon figurantie. Dus. Ja, het is gewoon leuk om mee te doen. Ja, inderdaad. En je kunt even je eigen loslaten en een ander personage spelen dat tegenovergestelde is van u. Mm-hmm. Dat is wel leuk om daarin te kruipen. Zeg, als we jou nu beter zouden moeten leren kennen, wat zouden we zeker nog moeten weten over jou? Dat ik heel veel doorzettingsvermogen heb. Dat ik niet opgeef voordat ik eigenlijk mijn doel heb bereikt. En dat ik ook altijd vrolijk ben en vriendelijk. Weet je, ja, mijn karakter. Wat heb je nodig, denk je, om de misverkiezing te kunnen winnen? Ik denk al heel veel, want alle andere kandidaten zijn goed op hun eigen manier. Dus het wordt heel moeilijk om die te verslaan. Maar iedereen, we zijn allemaal vrienden met elkaar, dus ik zie ze ook niet als concurrent. Ik gun het iedereen. Oké, super. Ik gun het jou in ieder geval ook van harte. En tot de volgende keer. Dank je wel.